dat is gaaf. Wat is de montage geweest? Waar ben je mee in vissen? Wat ik dus doe, is mijn method van 45 gram. 45? Echt zwaar, maar puur voor het inhaken, zeg maar. Ja. Ik knoop er zelf andere elastiek in. Met een speltje. Heb je zelf andere elastiek erin gedaan? Ja. Oké. Het is wel zwaarder elastiek. Ja. Maar het heeft voldoende... Ik toch een eind uit. Oh, dat reikt wel heel goed, ja. Ja. Wat ik doe, er zit geen ringetje aan, maar ik knoop er een klein speltje aan. Even kijken. Ja. En dat is zodanig groot, dat druk ik... Wat kun je erin doen? Dus je hebt in principe gewoon een vastloopmontage, zeg maar. Ja, je hebt wel een zelfhaksysteem. Ja. Een vis die je pakt, die trekt ze aan je vast, trekt die harder, dan trekt hij hem los en kan het elastiek zijn werk doen. Ja. Dat is alles. Oh, dat is wel handig. De basis vandaag is simpel. Ik vis vaak met mais. Mm-hmm. Voorjaar. Najaar meer mini-boelies. Merk gewoon beter. Oh ja? Ja. Als het water weer kouder gaat worden, zeg maar, dan pak ik mini-boelies. Ja. Gewoon mais. Kwekstopje. Twee korreltjes erop. Oh ja. Simpel. Omdat we nu al een paar aanbeten hebben gezien die eigenlijk niet goed doorpakten. Trek ik er gewoon een paar maanden bij op de hak. Oh ja. De theorie daarachter is puur. Die vis die ziet wat. Die ziet wat bewegen. Mm-hmm. Die wil toch een wat grotere hap aas. Die slokt dan toch in één keer de hak mee naar binnen. Plek van de mooiste korrels. Ja. En dat is dan alles. Cool. Sterk genoeg. In de mout. Wat voor voer gebruik je? Ik gebruik nu van Sonobates. Okay. Het zit er een paar door elkaar. Uh-huh. Daarmee probeer ik een beetje de bodemkleur te evenaren. Dit is een beetje bruin. Okay, yeah. Roodachtig zit wel door. Ja. Dit is een beetje, dit is 60% maggot, 20% green en 20% bloedworm. En dan krijg je een beetje dit kleurtje. Okay, yeah. Wat ik doe, ik leg het aas erin. Een beetje voer erop. Dan een beetje extra mais erop. Mais erop. Er ligt er altijd toch een hoopje haakaas bij je haak in principe. Ja. Goed overvullen. En vastdrukken. Voilà. That's it. Bijna te mooi om in het water te gooien. Nog een tip. Ja. Voer op vismeelbasis wordt snel zuur. Met zuur? Warm weer. Oh, oké. Zuur. Wat ik doe, als ik van huis weg ga, van de standaard twee koele elementjes tussen mijn voer. Oh, kijk. Die blijven, ze zijn nu een eind ontdooid. Ja, ja. De eerste uren scheelt er toch een hoop. Je voer blijft langer koel. Ja. En het gaat gewoon bederf van je voer tegen. Ja, ja. Als je dat niet doet, en het is gewoon 30 graden buiten, kun je mijn vis nog voor blijven vissen. Dat is gewoon zuur, ze pakken het gewoon niet meer. Nee, echt, hè? Ja, klopt. Ah. Is dat zo? Hey, goede tip, man. Thanks. Oh, dan ben je lood tegen je hoofd, jongen. Ja. Ah, we beginnen toch langzaam dan, hè. Jawel, jawel. Je ziet hier heel vaak, s'morgens, de vroegere uurtjes samen van je vis. Ja, en dan tijd niks. En dan, 11, 12 uur begint het weer. Ja, bij het uurtje. Stil, 2, 3 uur begint het weer. Ja. Dat heb ik hier al heel vaak gehad. Dat is heel raar, hè. Ik was laatst gaan pennen en de hele dag, van 1 uur tot 9 uur 's avonds gezeten. En om 6 uur had ik nog helemaal niks. Toen ging ik naar een ander vijvertje, we vingen meteen een flinke kaper en een zeelt. En daarna was het ook weer afgelopen. Komt ie. Platte. Ja.
Dit is echt een brasem, ja, daar komt hij. Ja. Gebruik je altijd de method feeder of vis je ook eens met de gewone korf en zo? Hier eigenlijk altijd method. Method feeder, hè? Ja. Ja, dit is gewoon, ja, het is gewoon killing hier eigenlijk, zeg maar. Ja, ja. Heel ondiep water. Oh, daar had die andere. Oh, dubbel aanbeet. Moet ik die pakken of laat hem liggen? Dat is een brasma. Dat is een brasma. Ja. Even de aanbeet filmen. Daar gaat hij, joh. U vraagt weer draaien, hè? Zoiets, hè? Je had te vertellen dat je zoveel brasma vangt gisteren. Bezigheid toch? Ja, lekker. Iedere vis is mooi. Elke vis is mooi. En qua brasem zit er ook nog wel veel verschil, want soms heb je van die zijn op sterven naar dood. Bloedend, dan weet ik wel allemaal. En soms krijg je een punt gave. Gijs is een statisticus, hè? Of niet? Beetje, hè? Een beetje, hè? Wat ik gewoon doe, ik heb gewoon een documentje gemaakt. Ja. Dan kan ik gewoon alles in één keer op invullen. Het weer, streep af wat het niet is. Datum, hoe lang ik vis, luchtdruk, temperatuur, windkracht. Welk voer ik gebruik, welk aas ik gebruik, waar ik vis, afstanden. Ja. Noteer ik mijn vangsten met de tijd erbij. Dan kun je toch een beetje zien, je ziet er een bepaalde tendens in. Ja. Hier bijvoorbeeld de eerste uurtjes op de dag, dat is goed, vroeg. Dan valt vaak een poosje spelen stil. Ja. Rond de middag komt het weer een poosje. Valt weer wat stil. En dan later op de middag komt het nog een keer terug. Dat valt me nu op. Ik heb er nu een stuk of 10. Ik kan die hier thuis liggen. Dat is aardig wat, hè? Als je dat zo een beetje bekijkt, dan. Ja, er zit een soortje terugkerende tendens in, zeg. Ja. En de luchtdruk en zo, meet je ook. Ja, staat er ook bij. Hoe meet je die? Of dan kijk je gewoon op je app internet. Waarschijnlijk. Internet, ja, ja. Ja, het is nu 2018. Ja. Vaak is voor Zeeld. 1000, 1010 en daarboven. Ja. Is vaak lekker. Ja. Krijg je een luchtdruk van 89 of zo, dat is vaak minder. Oké. Okay. Ja, het is typisch iets. En dat geldt alleen voor Zeeld, zeg maar, of voor het algemeen? Ja, het kan zijn dat het gisteren laag is en vandaag hoog. Ja. Dat wil ook nog niet alles zijn. Maar als je een paar dagen een constante hoge luchtdruk hebt, dat is vaak gewoon. Goed. Ja, dat is best goed eigenlijk. Vaak wel. En meet is weten, jongen. Ja, dat is gewoon zo. Ja. Wat ik gewoon wil is gewoon een soortje, gewoon van het hele seizoen een beetje bijhouden, zeg maar, hoe en wat. Om te kijken of ik daar een bepaalde lijn in kan vinden. Ja, ja. Vooral qua weersgesteldheid en zo. Ja. En dat is voor deze vijver, doe je dat nu? Of doe je dat voor altijd? Ik hou het altijd. Altijd? Bij. Altijd. Vroeger schreef ik het op een kladje, maar ik heb nu een documentje gemaakt. Ja. Dit is wel makkelijker, gewoon invullen eigenlijk. Cool, man. Ja, het is best wel, het is ook gewoon wel leuk om te doen, vind ik. Ja, een hobby binnen een hobby, hè. Ik het in, dan heb je een paginaatje naast elkaar. En dan analyseren, allemaal Excel-formules erop loslaten en zo. Ja, zwaar. Ja, cool. En daarbij, om een voorbeeld te noemen, ze altijd oostenwind te slecht. Ja. Maar hier, ik merk het niet. Ik heb hier al vaak genoeg met de oost, noordoost, zuidoostenwind gevist. En dan toch lekker kunnen vangen. Dat is gewoon goed. Ja. Jezus, onze tinkerhunter. Pakte hem goed door, hè? Ja. Mooi aanbeet, hè? Aha. Vloog in één keer bijna van de steun. Ik kan niet van de steun af, maar. Moet bonken. Zit hem hier in de richting, hè? Hij is hier. Ja. Ik denk dat 60 plus. Nee, dit is geen grote. Wat geeft hij? Zilde. Ja, je wil naar de planten, jongen. Ja.
Lekker, lekker. Oh, dat is een mooie. Ja, 50. Ja, breed. Moet ik er eens. Zzz, mooi geluidje. Ja. Yes. Yes. Goed bezig. Op de maïs of niet? Dan moet ik even de tank pakken. Nee, ik heb niet. Ja. Maïs en een paar maden op de hak. Maïs en een paar maden op de hak. Oh, dat is toch een mooie. Dat is toch een mooie, jongen. Dat is echt een schoon en dikke, hè. Dat is ook een beetje oranje van beneden. Ja, klopt. Maar dit is zeker dikke, ja. Dus... Oh. Oh, het was een mooie man. Een dikke heb ik nog nooit gevangen. 52. Yes. Mooie zeelt. Mooie zeelt, jongen. Prachtvissen, hè. Echt mooi. Mooi, hè? Dat is echt een hele mooie. Oh. Ah, mooi groen, man. Echt mooi. Met een elastiek veder, geen inline, dat heeft mede een voordeel. Er zit gewoon een klein speldje op de lijn. Ja. Ik leg mijn veder op voorraad klaar, eventueel. Ja, dat is nog wat op toevoegen of zo van een koe of weet ik veel wat, of dat soort spul. Ja, dat heb je een beetje tijd, intrekken. Ander voordeel is, komt er veel vis op de stek, dan voer ik graag nog eens een beetje door voor tussendoor. Ja. Klip ik hem eraf, ik klik er een gaaskorf op. Ik gooi er een korfje of vijf bovenop, ik klik hem weer terug en ik vis verder. Ja. Mijn airline systeem had dat niet. Nee, dat is een stuk lastiger. Ja. Ja. Het kan wel, dan moet je mee met het gaan voeren natuurlijk, maar... Precies. Met korf gaat beter. Het is puur persoonlijk. Ik heb het gelukkig nog nooit gehad dat mijn hoofdlijn is gebroken. Uh-huh. Dus wel gewoon goed elastiek zorgen dat je erin hebt. Ja. Ja. Ik heb hier al karpers tot 7, 8 kilo meegeland. Echt? Ook geen probleem. Ja. Ja. En wat voor lijn heb je erop? Dit is een copolymeerlijn. Die is zwaar, die zinkt goed. Oké. Okay. Dus een beetje, zit een beetje tussen nylon en fluorocarbon in. Qua gewicht zijn. Ja, ja. 2200ste. Deze lijn is van Tubertini, die is sterk. Die is iets van, ik geloof 5,5 kilo of zo. Oké, okay, behoorlijk. Zwaar zat. Ja. Waarom? Als je hier kijkt, zie je lelieveldjes liggen. Ja. Waar ik niet heel ver vandaan vis. Het is al eerder gebeurd, dan vis de lelies induikt. Vorige week had ik het nog. Ja. Wat je dan doet, als hij zo'n lelieveldje induikt, laat je lijn slap vallen. Gewoon slap. Mm-hmm. 1, 2 minuten, soms 5, maar die zwemt eruit. 9 van de 10 keer. Ja? Gewoon uit de lelie. Ja, je legt hem gewoon neer, je lijn ligt slap. Om duur dan zie je je lijn langzaam weglopen en dan weet je dat hij weggaat. Ja. Dat is ook tijdens het drillen. Je kan heel hard aan een vis gaan trekken. Soms
als een vis de verkeerde kant op gaat die jij wil, laat je lijn slap vallen. 9 van de 10 keer draait hij om. Ja. Ik heb ook wel eens gehoord dat hij tegen de raad trekt, zeg maar, dat hij dan de andere kant op gaat. Ja, net als een vark, als je als een staart trekt, dan wil hij vooruit trekken, als een roeper gaat hij achteruit. Dat zijn gewoon varkens. Laat je lijn slap vallen, 9 van de 10 keer draait hij om. Ja, cool man. Ja. Cool. Gaaf. Wat ik doe, ik wil laten zien, een bandje, het dempt dus voldoende. Ja. Is hier nou op 40 meter, is geen probleem. Ja. Punch. Hij legt hem gewoon neer, hij zinkt af. Ja. Geen probleem. Met de method is het wel belangrijk dat je niet meer aan je lijn gaat trekken zodra die het wordt gepakt. Hey, omdat je dan gewoon, ja, dan verstoor je de plek eigenlijk. In principe wel, maar je aas zit in je voerhoopje natuurlijk. Ja. Hey, dat is het eerste ook wel loskomt onder water. Ja, doe je dat niet, trek je aas los, dan had toch de werking van die method eigenlijk een beetje verloren. Ja. Ja. Dus gewoon ingooien in de hele. Gewoon ingooien, niet meer aankomen. Ja. Met de korf, doe ik soms nog een beetje trekken. Weet je wel. Met de korf is dat niet zo'n probleem, omdat je aas ligt niet in je voerhoop. Ja. Ja. Dan is dat ook geen. Ja. Kan zelfs wel effectief zijn. Ja. Een beetje wolkje onder water kunnen. Ja, precies. Ja. Ja. Cool. Voel man, fucking hell man. Mooi, hè? Je trekt gewoon heel de steun en alles in één keer om, jongen. Power, hè? Ja. Diep? Ja. Ja, hij komt. Gewoon. Hele steun om, jongen. Ik denk, ik zit hier. Wat was ik aan het doen? Ja, ja. Ik was mijn vrouw aan het appen. Oh, gaat hij moet niet daar. Hier naartoe? Ja. Yes, mooie. Oh. Kun je hem daar scheppen of niet? Oh, daar komt hij. Oh. Ja, die gaan nog wel even. Hè? Ja. Maar even onder deze. Oh. Nou is het. Als ik er eentje vang, dan vang ik toch een zeelt, hè? Wacht, dat is nog niet. Ja, daar komt hij. Yes! Zijn we goed bezig of zijn we goed bezig? Oh! Pas op. Amateur alert. Ja, dat is een insteek, is dat. Dat had ik je nog niet verteld, hè? Dat is een insteek, schep net. Ja, dat vond ik zelf ook niet zo handig toen ik hem kocht. Yes, wow. Dit is mijn recordzeelt. Ja? Ja. Mooi. Dit is de dikste zeelt die ik ooit gevangen. Mooi. Tidi tidi. Ja, het is niet voor niks gekomen, hè? Nee, zal wel, hè. Ik moet even goed rieden. Ja, ja. Dat is een beste. Dat is een beste, ja. Het is gewoon mooi, hè. Het is gewoon nu, hè. Ik val eerst wat uit de teen en dan krijg je het niet meer uit. Ja, sorry, inderdaad. Goed in elkaar. Het was een lekker dagje vandaag, hè? Zeker, zeker. Hebben we, lekker gevangen. Ja. Jij vooral? Wel. Niet veel zeelten, maar toch een paar mooie. Nee, ik heb wel gevangen waar ik voor je kom ben. Hè. Dat is waar, dat is waar. Dat is een mooie zeelt en de dikste die ik ooit gevangen heb. Dus wat dat betreft. Dat is mooi. Niet klagen. Wat dat betreft, gelukkig geslaagd. Ja, en de hele rukte mijn hele driepoot om. Dus wat dat betreft ook alweer wat actie gezien. Hè. Dat is ook wel. Dat is een hele kick. En we hebben natuurlijk de mok uitgewisseld. Een mooie. Ja. Tinker Hunters mok gekregen en ik heb een mooie amateur vissermok.
Dus we hebben een goede dag gehad. Maar de koffie is op, dus de koffie is op. Maar opruimen. Het is 4:30. Nog anderhalf uurtje terugkachelen naar ons Brabant. Ja. En jij bent op de fiets dadelijk, ben je zo thuis? Ik ben binnen 10 minuten thuis. Lekker, maar kerel, hartstikke bedankt voor deze leuke dag. Ja, jij ook. Ja, de film komt, ik kan nu wel zeggen, de film komt binnenkort live, maar als jullie dit zien, dan is die natuurlijk al live. Dus, maar niet. Natuurlijk in de groep Tinka Hunters sowieso, want dat is die groep, Facebookgroep die jij beheert. Tinka is sealed, dus. Voor degenen die het nog niet zouden weten. Dat gaat lekker, hè? Ja, het is gewoon leuk. Leuke groep. Hoeveel leden heb je? Goede sfeer. 2500 ongeveer. Iets meer. Als je allemaal handje moet geven, jongen, dan ben je even bezig. Ja, maar zover is het gelukkig niet. Nee, dat is niet. Maar het is wel leuk. Het is wel gaaf. Dus, mocht je meer willen weten over het vissen op Seelt, kun je altijd bij Geest terecht of de groep Tinka Hunters op Facebook. Of kijken op de website www.tinkahunters.nl. Ze hebben een website. In de lucht. Helemaal vergeten. Dus ook nog, het is dat ook doorgelikt. Ja. Ja. Nog op kijken. Moet je zeker doen. Het is pas nieuw. Dat hebben we goed niet gezien, dus kun je ook eens even kijken. Is goed, zeker. Mag je filmpje daar ook op zetten, vind ik wel leuk. Ja, natuurlijk komt dat erop. Ja, natuurlijk. Ja, hartstikke goed. Gaan we regelen. Nou jongens, we gaan inpakken. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Groetjes. Keep on fishing. Ja, vang ze. Hoi.